Deze webinar gaat over het voorkomen van cyberaanvallen. We tonen je in dit fragment wat CEO-fraude is, hoe je het kan herkennen en wat je ertegen kan doen. CEO-fraude is een poging tot frauderen waarbij medewerkers die toegang hebben tot de bankaccounts misleid worden door fraudeurs. Ik was verrast te horen dat aanvallers e-mails in naam van de directeur sturen met de dringende vraag een betaling uit te voeren. Hoe gaat dat dan in zijn werk? CEO-fraudeurs proberen eerst zoveel mogelijk informatie te vinden over mijn bedrijf, mijn medewerkers en zelfs over mijn privéleven. Zo zoeken ze op welke klanten en leveranciers regelmatig met ons samenwerken, welke werknemers bevoegd zijn om grote betalingen te doen en hoe onze betaalprocedure verloopt. Met al die informatie zijn de fraudeurs klaar om toe te slaan. Ze bestoken mijn medewerkers met e-mails die van mij lijken te komen. Ze kunnen dit doen door ofwel mijn account te hacken, ofwel mijn e-mailadres na te maken of te spoeven. De oplichter maant vervolgens aan om de betaling zo snel mogelijk en in alle vertrouwen uit te voeren. Een medewerker die ingaat op zijn verzoek, stort de betaling gewoon op de bankrekening van de oplichter. Staan we daar dan machteloos tegenover? Nee, gelukkig niet. Ik kan mijn medewerkers trainen in het herkennen en voorkomen van CEO-fraude. Toen we hierover een brochure lazen, hebben we een controleprocedure voor betalingen ingesteld. Vanaf nu houden we ons altijd aan de volgende afspraken. Bespreek vooraf gevoelige informatie met elkaar in persoon, voordat je die uitwisselt via e-mail. Controleer of alle e-mailadressen correct zijn. Communiceer de betaalprocedures alleen intern en laat eventueel de transactie van hoge bedragen goedkeuren door meerdere bevoegde personen. Wees altijd alert bij e-mails met een ongewoon verzoek. Bijvoorbeeld een dringende of net heel vage vraag tot betaling. Wanneer de procedure niet conform is met onze gewoontes of betaalprocedure. Als de opgegeven bankrekening ons niet bekend is of als de standaard betaalgegevens plots veranderd zijn. En er zijn nog meer tips. Klik nooit op bijlages of links in e-mails die je verdacht vindt. Scherm je social media af. Sommige aanvallers houden sociale media in het oog om te weten wanneer de directie op vakantie is. Ze slaan een slag als ik niet in de buurt ben. Ik heb dan maar meteen de privacy settings van mijn sociale media accounts aangepast en ik denk voortaan wel na voordat ik wat prijs geef op social media. En wat als je toch slachtoffer werd van CEO-fraude? Het heeft geen zin om medewerkers met de vinger te wijzen. Sommige fraudeurs gaan zeer doortastend te werk en het kan altijd gebeuren dat iemand in hun val trapt. Verwittig je bank zo snel mogelijk om de betaling stop te zetten. Doe aangifte bij de politie. En stuur de frauduleuze e-mail door naar verdacht@safeonweb.be. Wat onthouden we over CEO-fraude? Verifieer de echtheid van de e-mail bij de afzender via een andere weg dan het gebruikelijke e-mailadres. Maak goede afspraken over de betaalprocedures binnen je bedrijf. Verwittig de betrokken instanties en de politie als je slachtoffer werd.